Emma Annelie, je hebt pas een nieuwe single uitgebracht. En ja, hoe is het om die dan uit te brengen en dan samen met nog iemand uit Almelo die daar bij jou begeleidt op de gitaar. Hoe gaat dat? Ik heb inderdaad mijn eigen nummers ben ik een beetje aan het uitbrengen. Ik zit ook nog in een schrijfproces voor mijn volgende single. Die komt waarschijnlijk in maart al uit. Het schrijven van nummers is onwijs spannend, maar heel erg leuk. En juist het uitbrengen ervan, dat is echt zenuwslopend gewoon. Want je geeft wel een stukje van jezelf weg. Maar het is zeker heel leuk om te doen. Juist. En wat wil jij nog verder in de muziek? Wat wil ik verder in de muziek? Ik zeg altijd, ik wil gewoon zangeres zijn, maar dat ben ik al. Ik wil gewoon uiteindelijk heel erg veel optreden, het liefst over heel de wereld. En alleen maar zingen, muziek maken, muziek schrijven. En dan als Emma Annelie. Als Emma Annelie. Ja, mensen kunnen mij kennen als Emma Bourtien. Zo heb ik ook meegedaan aan The Voice toen ik 16 was. Maar Bourtien, ja, was niet mijn meest favoriete achternaam. Dus ik dacht, ik maak er Annelie van. Heel veel succes. Dankjewel. Every day I miss you more.